AI gaat een examen maken. Dat is heel interessant. Over de hele wereld zie je experimenten waarbij de AI de verwachtingen overtreft. Een HAVO-examen, ik verwacht eerlijk gezegd dat AI ver gaat komen. Maar als je kijkt naar installatietechniek of naar zoiets als een praktijkexamen, ik ben benieuwd of we daar een voldoende voor gaan halen. Best bijzonder dat je nu dus ziet dat een algoritme, een AI-systeem, een HAVO-examen kan maken. Maar juist het praktijkwerk, dingen doen met deze fantastische technologie, met je handen, dat nu heel moeilijk is voor een computer. Vaak hebben mensen het over het mbo als de motor van onze economie. Het is niet alleen de motor van onze economie, het is de motor van onze samenleving. Wat wij als Randstad zien, is dat er 125.000 vacatures openstaan in de zorg, in de techniek, kinderopvang en de energietransitie. En de oplossing is talenten, bedrijven, onderwijsinstellingen samen ervoor zorgen dat we dit tekort oplossen. Dit is dus wat mij betreft het moment dat we aan de slag gaan met een herwaardering voor het mbo. Vakmensen zijn essentieel voor het succes van Nederland. Ja, ik denk dat mijn baan eerder door een computer vervangen zal worden dan de baan van de warmtepompmonteur.